Hi, ik ben Maurice van Bax Music en vandaag geef ik deze Billy Gibbons Made by Dunlop Octaver Fuzz. Het signature pedaal van Billy Gibbons, die met die lange baard. Ook al bekend van ZZ Top, waar dus misschien jij hem ook al van kunt kennen. En Billy Gibbons die heeft zijn eigen signature pedaal gereleased in samenwerking met Dunlop. En het is een Octaver en een Fuzz. Dus het is een Fuzz pedaal wat gelijk in te regelen is als Octaver, waardoor je dus verschillende EQ in kan stellen om je Fuzz anders te laten klinken. Een andere gitarist die ook wel bekend is met dit pedaal is daarom bijvoorbeeld Jimi Hendrix, die vanuit de Purple Haze of de Fuzz Octavers die we van Jimi Hendrix kennen, daar is deze op gebaseerd. En het pedaal is relatief groot zoals je kan zien, maar allereerst wel de complimenten naar hoe het pedaal eruit ziet, want het is een vrij abstract pedaal, wat er ook wel heel gaaf uitziet op die voorkant. Wat zit er nou allemaal op? We hebben hier een drukknop om het pedaal aan te zetten, die je dus met je voet aan zou kunnen zetten, hebben we hier de 7-band CQ. En zoals we hier op de voorkant wel kunnen lezen, staat daar Siete Santos. En dat staat voor Heilige Zeven. Komt dus weer neer op die 7-band CQ die hier zo in te regelen is voor je gitaar. En hebben we hier op de achterkant, hebben we buiten de mooie signature van Billy Gibbons, hebben we hier ook nog een level en een fuzz regelaar, waarin je dus en de level van het pedaal kunt aanpassen en de fuzz aan kan passen. Allereerst zal ik het pedaal even aanzetten. Dan zal ik je laten horen wat er eigenlijk allemaal mogelijk is met dit pedaal, want er zijn vrij veel sounds die je eruit kunt krijgen. Allereerst ga ik je laten horen hoe deze gitaar clean uit deze Orange Pro klinkt. En dit is de Fender Vintera en die heb ik op het halselement ingeschakeld staan. Allereerst clean uit de versterker. En wanneer ik het pedaal inschakel en ik heb de fuzz een klein beetje teruggedraaid, dan hoor je dat het pedaal gelijk al iets met de sound van die versterker doet, want die 7-band EQ die schakelt gelijk in. En allereerst zal ik hier zo die linker schijf omhoog zetten. En je hoort dat gelijk heel veel laag in het pedaal erbij komt. We dan in het hoog de 7-band CQ iets opschroeven. Horen we dat hij in het hoog gelijk al flink wat scherper wordt. En je dus ook wat makkelijker door de mix heen kunt snijden. Als we dan de fuzz aan de achterkant van het pedaal iets verder opendraaien, 11:45 staan. Schroef ik de fuzz nog iets verder op, met de 7-band CQ nog steeds neutraal ingesteld. Zet de fuzz nu op 11:45. En zet ik de fuzz nu helemaal open. En dan zie je dat het pedaal al gelijk heel veel dicht wil smeren. Dus wanneer je deze ver openzet, hoor je dat het ook al gelijk een best wel modderig geluid wordt, die fuzz. Maar dan zou je die fuzz dus ook nog met die 7-band CQ wat in willen stellen zoals je hem zelf zou willen horen. Dus ik heb de fuzz nu op 11:55 staan. Ik zal in het hoog een heel klein beetje erbij schuiven. Dit is hoe mijn gitaar clean klinkt. Ja.
ziet dus dat een kleine verschuiving in de 7-bandsecu al gelijk een heel groot verschil maakt in de sound van de gitaar. En dat hij dus best wel agressief kan reageren op hoe je je gitaar ingesteld hebt staan. Wat we wel zien is dat dus de sounds die je uit het pedaal kan krijgen ook al vergelijkbaar zijn met de sounds die je dus met eventueel een pedaal zoals een Purple Haze kunt krijgen voor Jimi Hendrix. Mocht je dat ook interessant vinden. Mocht je nou als gitarist een plekje over op je pedalboard waar dit toch wel flinke pedaal kwijt kan, dan kun je natuurlijk aansluiten met de 9 volt die hier achterin naast de input en output in kan. Mocht je dat nou nog niet willen of zou je simpelweg een batterij erop aan willen sluiten, dan hebben we hier nog een batterijklepje voor een 9 volt batterij op de achterkant zitten. Dus, ben je nou fan van Billy Gibbons, wil je ook zo'n lange baard laten staan of wil je gewoon klinken zoals Billy Gibbons, dan is dit pedaal natuurlijk een must-have voor jou als ZZ Top fan. Ook krijg je dus, zoals ik net al vertelde, een beetje de Jimi Hendrix sounds uit. Mocht je een beetje gaan tweaken, mocht je ermee aan de gang willen. Er zijn veel mogelijkheden mogelijk met dit pedaal. En mocht je hem daarom zelf even willen komen proberen, kan dat bij ons in de winkel. Dan kun je langskomen, want daar hebben onze productspecialisten voor je klaarstaan. En die helpen je verder met dit pedaal. Mocht je nou op dit moment meer willen weten over dit pedaal, kun je even naar beneden scrollen, op de link klikken en dan ga je naar de webpagina van Bucks Music. Daar zul je alle achtergrondinformatie vinden over dit pedaal. Vond je dit nou een leuke video? Laat een like achter en graag eens een keer voor een keer weer bij een nieuwe review.